Het Elbow Growth project gaat over het creëren van een volledig eetbaar ecosysteempje met levende organismen. Waarbij de basis geprint wordt door een 3D-printer en het product erna door middel van natuurlijke processen verder uitgroeit tot een volwaardig gerecht. Het laat eigenlijk zien dat high-tech voedsel niet per se ongezond of onnatuurlijk hoeft te zijn, maar juist ook heel veel voordelen kan hebben. De printer wordt dan niet alleen gebruikt als een soort van vormmachine waarbij materiaal A erin gaat en ook weer in een ander vormpje uitkomt, maar eigenlijk juist wordt ingezet om innovatief voedsel te creëren dat echt bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke voedselproblemen. Het idee is dat het product wordt opgebouwd uit verschillende lagen, met aan de buitenkant een soort van korst met bijvoorbeeld een deeg of een pasta met daarin sporen, zaden, gist en een eetbare voedingsbodem. Nadat het product geprint is, neemt de consument het mee naar huis, waar het binnen 3 tot 5 dagen uitgroeit tot een volwaardig gerecht met daarin alle voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft. En net als bij een roquefort kaas neemt de intensiteit van de smaak en de geur en de hele eetervaring dus eigenlijk met de dag toe. Als we ons voedsel op deze manier zouden produceren, dan kun je je dus ook voorstellen dat de hele voedselketen echt ontzettend klein gaat worden. Buiten de benodigde technologische ontwikkelingen zal er ook nog veel onderzoek nodig zijn op biotechnologisch gebied, dus qua ingrediëntensamenstelling en voedselveiligheid bijvoorbeeld. Op dit moment is Edible Growth ook nog echt een future food concept dat onder andere wetenschappers, designers en koks inspireert en aan het denken zet over de toekomst van ons eten. Soon.